Van de 17 politieke partijen die op 9 april hun kandidatenlijsten hebben ingediend, voldoen 4 aan alle eisen. Vanmorgen heeft het hoofdstembureau van Paramaribo tijdens een openbare zitting bekendgemaakt welke lijsten er door zijn. Van de 17 lijsten is er bijna 4 alles compleet en zijn die dus goedgekeurd. Het gaat om HVB, DOE, NDP en de Nieuwe Wind DNW. Het hoofdstembureau van Paramaribo heeft de overige politieke partijen geïnformeerd waarom de kandidaten van de lijsten zijn geschrapt. De Sociaal-Democratische Unie, SDU, onder leiding van Celsius Waterberg en de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie, VVD, onder leiding van Alice Amafo, hebben de meeste tekortkomingen. Bij hun zijn respectievelijk 10 om 6 kandidaten geschrapt van de ingediende lijsten. Volgens Mike Nerkust, voorzitter van het hoofdstembureau van Paramaribo, hadden de politieke partijen 3 dagen na het indienen van de lijsten de tijd om de fouten aan te passen. In het geval heeft men er 9 ingediend en ik dacht dat wij hun den 11e hadden de notitie hadden gegeven. Want je moet kijken, we hebben 17 partijen gehad met bijna nagenoeg 238. Kandidaten per partij, is het goed, hè? 238 kandidaten per partij. Dus het heeft veel, veel tijd genomen. Dus wij hebben ze dan, als het goed is, moet ik zeggen dat ze 11 hebben de notitie hebben gegeven. Dat betekent 3 dagen. Hebben ze 3 dagen na ontvangst van het schrijven. Dat betekent 12, 13, 14 hadden ze om hun verzuimen aan te zuiveren. Wie is komen aanzuiveren, is aangezuiverd. Wie niet is gekomen, ja, dan komen we er niet onderuit. Dan moeten we dan conform de regelgeving, de maatregel nemen. Maar men heeft alsnog de gelegenheid om bij de president van de Republiek Suriname toch in beroep te gaan. Om zodoende daar nog te kunnen krijgen dat hun kandidaat nog deelneemt aan de verkiezing. Opvallend was dat op de ingediende lijsten de meeste kandidaten geen bewilligingsverklaring hadden ingediend voor de politieke partij bij wie ze op de lijst voorkomen. Nerkus legt uit wat het doel is van deze verklaring. Een bewilligingsverklaring is een verklaring waarbij de kandidaat aangeeft dat hij bereid is op de kandidatenlijst te gaan staan. Toch voor, op een kandidatenlijst voor te komen van een bepaalde politieke partij. Om te gaan om een van de organen. Toch? De partij daar te vertegenwoordigen. Dus via de partij, dus de mensen van dat gebied daar te vertegenwoordigen in zo'n orgaan. Dus het kan zijn DNA, het kan zijn DR, het kan zijn RR. Dus de Nationale Assemblée, Districtsraad of Resortsraden. En dan moet zo'n kandidaat gaat dan naar partij X en geeft dan aan: luister, ik bewillig, ik geef aan dat ik via uw partij deelneem aan de verkiezing om mij verkiesbaar te stellen voor kandidaatschap DNA of kandidaatschap districtsraad of kandidaatschap resortsraad. Denkt u dat de partijen in principe verzuimd hebben om hun kandidaten beter te vetten, om het zo te zeggen, om niet te weten dat ze niet dubbel voorkomen? Kijk, je kan er niets aan doen als partij. Ik praat nu, ja, ik ben hoofdstembureau lid, maar een partij kan er niets aan doen als meneer X gaat naar partij A en dan gaat hij ook naar partij B. Hij of zij is misschien op 2 fronten bezig te kijken waar kan hij of zij zijn geluk beproeven. Toch, maar uiteindelijk als je indient vanuit 2 verschillende politieke partijen, gaat het systeem het aangeven en dan word je eruit gefilterd. Mike Nerkust, voorzitter van het hoofdstembureau van Paramaribo. Hij sprak vanmorgen na de openbare zitting waarbij politieke partijen geïnformeerd zijn over de redenen waarom de kandidaten van de lijsten zijn geschrapt. 17 partijen hebben kandidatenlijsten ingediend, waarvan 4 compleet waren en dus goedgekeurd zijn. De overige 13 partijen hebben na vandaag 3 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan bij de president van Suriname.